Provincie Flevoland en gemeente Lelystad ontwikkelen de overslaghaven en agrohub Flevokust. Een nieuwe buitendijkse haven met een binnendijks industrieterrein. Flevokust wordt gerealiseerd ten noorden van Lelystad, naast de Maxima Centrale. Deze locatie ligt op het kruispunt van hoofdvaarroutes naar het westen en het noorden en sluit aan op de Europese transportcorridors naar de Baltische Staten, Middellandse Zee en het Rijn-Alpengebied. De provincie wil met Flevokust de regionale economie versterken en de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven verbeteren. Flevokust ligt aan het IJsselmeer nabij een groot agrarisch productiegebied met omvangrijke exportstromen naar bestemmingen in Europa en daarbuiten. Deze unieke combinatie biedt volop kansen voor transporteurs en producenten van agrarische producten. Maar ook industriële producten, zoals onderdelen van windmolens, kunnen via Flevokust worden vervoerd. De provincie Flevoland begint met de bouw van een golfbreker. Deze beschermt de haven en zorgt dat de haven operationeel blijft tot en met windkracht 7. In 2016 start de bouw van de buitendijkse haven. Deze is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. Tegen de dijk wordt een 400 meter lang haventerrein gebouwd. Dit terrein is 5 hectare groot. Bij groeiende marktvraag kan de haven worden vergroot. Medio 2017 zal de haven operationeel zijn. In de eerste fase kunnen de regio en het nieuw te ontwikkelen bedrijfsterrein tot 90.000 containers overslaan. Om op korte termijn te kunnen voorzien in de vraag van verladers en agroproducenten, start medio 2015 een tijdelijke overslag van containers bij de Maxima Centrale. Achter de dijk realiseert gemeente Lelystad een industrieterrein voor de hogere milieucategorieën. 3 tot en met 5. Met een maximale bouwhoogte van 40 meter is dit bovendien een aantrekkelijke locatie voor bijvoorbeeld koel- en opslaghuizen. De dijk tussen de haven en het industrieterrein wordt gedeeltelijk verlaagd om te zorgen voor een goede, directe verbinding tussen beide delen van Flevokust. De verbinding met de haven via een interne baan maakt het terrein zeer geschikt voor havengebonden en havengerelateerde industrie. Naar verwachting wordt het industrieterrein vanaf 2016 gefaseerd aangelegd. In de eerste fase wordt ruim 7 hectare gerealiseerd. Afhankelijk van de marktvraag kan het industrieterrein in stappen worden uitgebreid naar 20 hectare en vervolgens naar 43 hectare. Flevokust maakt deel uit van een netwerk van inland terminals in Nederland. Er zijn dadelijk afvaarten naar Rotterdam, Amsterdam, Noord-Nederland, Duitsland en Antwerpen. Als de sluis bij Kornwerder Zand is vergroot, is Flevokust ook geschikt voor short-sea transport naar de Oostzee. Ook gunstig is de nabijheid van de snelweg A6 en het vliegveld van Lelystad. Op termijn is een aansluiting met het spoor mogelijk. Flevokust biedt volop kansen voor ondernemers.